Welke vragen stel je bij leveranciersonboarding? Er zijn er eigenlijk vier. De eerste vraag is, weet je wat een e-factuur is? Als ze dan nog komen met iets met een pdfje of zo, dan weet je misschien dat je nog wat uitlegwerk te doen hebt. Vraag 2 is, kun je al een e-factuur via Peppel sturen? Als ze dat al kunnen, is dat heel mooi. Zo niet, dan stel je de volgende vraag. Vraag 3. Gebruik je facturatiesoftware om e-facturen te sturen? En als ze dat niet doen, is er eigenlijk altijd de vierde vraag. Wil je gebruik maken van het e-verbindingportaal, het gratis portaal om e-facturen te sturen via Peppel? Zo is er dus altijd een manier voor je leverancier om een e-factuur te sturen. En dus ook voor jou om e-facturen te ontvangen. Dus stop allemaal met beren, tijgers of misschien zelfs wel haaien uit deze sloot. Ga gewoon beginnen met e-facturatie. Zet die knop aan en als je vragen hebt over hoe je dat wil doen, dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Tot de volgende vraag!